Wij lezen vandaag uit Vrije politieke stellingen van Franciscus van den Ende. De laatste tijd wordt er nogal afgegeven op de individualisering. De koningin deed dat ook in haar kersttoespraak. Het moet maar eens afgelopen zijn met het ideaal van het vrije individu, wordt dan gezegd. Opvallend is dat dat ideaal dan verward wordt met dingen die er helemaal niets mee te maken hebben. Egoïsme, zelfzuchtigheid, dat soort dingen. Blijkbaar zijn er misverstanden over de achtergrond van dat ideaal voor het individu. Op deze 1 januari lees ik daarom uit het boekje Vrije politieke stellingen van de filosoof Franciscus van den Ende uit het jaar 1665. Oud dus. Van den Ende was een interessante man. Hij gaf in Amsterdam les in filosofie, onder andere aan Baruch de Spinoza. En Van den Ende streefde naar een samenleving die de individuele kwaliteiten van mensen moest erkennen en benutten. Hij schreef dat een land waarin ook maar één iemand kwalijk vaart, oud-Nederlands voor waar het slecht mee gaat, zich eigenlijk geen samenleving mocht noemen. Hij schreef: het gemene best, de samenleving, is de somme of het geheel ter samenbrenging van elks bijzondere beste. Elks bijzondere beste. De samenleving is dus de optelsom van ieders bijzondere beste. En iedereen heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de ander ook het bijzondere beste uit zichzelf kan halen. Het individu en de samenleving versterken elkaar dus. Ja, dat is natuurlijk mooi, maar daar schort het natuurlijk wel heel vaak aan. Dan is er juist te weinig in de samenleving aandacht voor het unieke van mensen. Dan wordt er gesproken over de ouderen, de nieuwe Nederlanders, de jeugd. Mensen worden soms over één kam geschoren, door vooroordelen gekneld, door ouderwetse denkbeelden klein gehouden, tot nummer in de gezondheidszorg, tot anonieme leerlingen op school, als eenzame ouderen in het bejaardentehuis of verdwaald werkzoekende in het oerwoud van de sociale zekerheid. Het unieke van die mensen wordt verpulverd door algemene bepalingen, formulieren, steriele tijdroosters, dogma's, kleingeestigheid of domweg een gebrek aan interesse. Door gebrek aan gerichte, persoonlijke aandacht verdrinken mensen vervolgens in de massa en verdwijnen naamloos in statistieken. Een tikkeltje meer individualisering zou hier juist een uitkomst zijn. En dat is nog best moeilijk, want dat eist meer inspanning en ook een gevoel van urgentie. Kijk, sommige mensen hebben als ideaal om de mensheid te verheffen. Dat klinkt heel erg mooi, maar dat is nogal abstract. En je kan er ook alle tijd voor nemen, want de mensheid, ja, die bestaat morgen ook nog wel, of over 40 jaar of over 100 jaar. Maar streef je naar individuele ontplooiing, dan heb je haast. Mensen leven gemiddeld maar zo'n 70 tot 80 jaar, soms nog korter. Dus we hebben haast om van al die afzonderlijke mensenlevens iets te maken. Dat maakt het streven naar het vrije individu zoveel lastiger, want urgenter, maar ook belangrijker en veel socialer. Elks bijzondere beste. Franciscus van den Ende. Een mooi streven voor het komend jaar. Ik wens u allen een vrijzinnig 2020.